2013 is door de Europese Milieucommissaris Potocnik uitgeroepen tot het jaar van de lucht. En ik weet wel dat cynische mensen daar al snel het jaar van de gebakken lucht van zullen maken. Maar het gaat wel over een ernstig probleem, met name luchtverontreiniging en wat dat doet met onze gezondheid. Door slechte luchtkwaliteit sterven er jaarlijks 500.000 Europeanen. En dit vooral door de hoge ozonconcentratie en door fijnstof. Maar vervuilde lucht zorgt ook voor heel wat allergieën en voor ademhalingsziektes. Luchtvervuiling is met andere woorden een ernstig gezondheidsprobleem. En vooral stadsbewoners hebben er in Europa last van. Want onze Europese steden zijn echte hotspots voor luchtverontreiniging. Laks omspringen met luchtkwaliteit, zoals dat bijvoorbeeld vandaag de dag in Beijing gebeurt, is rampzalig. In de Chinese hoofdstad zijn de concentraties fijnstof inmiddels zo hoog dat ze gewoonweg niet meer te meten zijn. Wie zijn economie, met andere woorden, enkel afstemt op winst en groei, laat zijn bevolking letterlijk stikken. Commissaris Potocnik heeft al aangekondigd dat hij strengere normen wil voor de Europese luchtkwaliteit. Dat zal de lidstaten voor heel wat gemor zorgen. Maar liefst 20 Europese landen slagen er vandaag de dag niet in om de bestaande normen te halen. En ze dreigen dus veroordeeld te worden en dat kan hen ook nog een pak geld worden. Het Europees Parlement, de Commissie en de milieubewegingen zijn het er wel over eens dat strengere normen niet door de lidstaten, maar door de Europese Commissie moet worden vastgelegd. Want vervuilde lucht kent immers geen grenzen. Europa moet die normen vastleggen en samenwerken met het lokale niveau en dan vooral met onze steden. De Europese burger lijkt het daarmee eens te zijn, want uit de laatste Eurobarometer blijkt dat 79% van de bevolking strengere normen wil en dat die bovendien op Europees niveau moet worden vastgelegd. De Europese Unie heeft in dit dossier dus de steun van de Europeanen en dat is goed nieuws. Ik ben alvast van plan om in 2013 hier een prioriteit van te maken. In Europa, in ons land en in onze steden. En als het van mij afhangt, dan zullen die normen flink aangescherpt worden.